Zonder TV. Ja, lekker een volle bak, want we hebben het volk in Chanticoor Rolling Home te gast. Ja, en Hermien Swart, ze is een talent en hier in de studio. Reina Rodina van der Meer studeert aan de Pop Academy en Mink die ziet het haar op. Ja, en de top 100 bij muziek weer spelen weg. Het is een verste geven al in top 100 TV, Juwetek. En blijf stemmen, hè? Frieske top 100.nl. Elke 50ste stemmer krijgt van u die prachtige top CD cadeau. Oké, en we trapen jou maar een klassieker uit de top 100. Hier is Rolling Home, my Fries Omutens. Ik voel me goed, die roze zoos begrip me goed. Mijn hoes die oorhoog op een vrood, geen plak werd ik sa van hoog. Ik stil het hem, die oden zeer, ik mag een vreun en verleren peer. De laatste dagen ben ik bang, dat ik sa naar die verlang. In griene graaien de lucht van heer, in loften wild, in marren wild, het is mijn beeld van die tijd. Vertel verhalen, ik zong van in groen, het is mij het iets, mijn lippen begon. Verwonder mij, hoe wat het kind, dat ik mijzelf zo net ben. Zultisch is het dat ik rust vind, en ik lees het stil heel dicht bij mij. Friesland, oh, als mij, ja, ik kom naar hoe. Mijn zoon nooit de vreemde verlucht, en ik roep veel net meer als van mij. Friesland, oh, Friesland, van je mij daar. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Friesland, you're calling me, now I'm going home. And if I should become a stranger, you know it would make me more than sad. Cause Friesland's been everything I've ever had. Still this is the only Christmas. Shanti en Volkoor, wat we het Sint-Willeks wezen. Rolling Home. Zij komen dadelijk nog waarom in dit programma. Reina Rodina van der Meer studeert aan de Pop Academy. En ze maken ook onderdeel uit van het nije Dillen in het Friesk project. Alle reden voor die verslagjouwer Mink Adema om Reina Rodina eens even op te zieken. Hoi Wim en Geert. Ik zit hier in Weidem, in het Weidemerhout. Heel mooie omgeving hier. Prachtig mooi is het hier. Ik zit hier naast de nije toekomstige nummer 1 van de Frieske Top 100. Reina Rodina. Ja, Reina, dus is het
in de muziek. En op de Friese Popacademie, had ik wel begrepen. Hoe is dat zo kwam? Ja, ik zit al mijn hele leven in de muziek. Hij en mem maken muziek en er staat een piano bij je stuurs. Op een gegeven moment ben ik op vioolles gegaan. En ik gaf ik nog in het friseurorkest spelen. En toen wou ik wel graag mijn eigen vestje schreeuwen. Op Popacademie had je Jan Tekstra natuurlijk als leraar. En via Jan is Reina ook in het Friese Dylan project te leren kwam. Daar heb ik haar kennen geleerd. En ik wie voort en dadelijk het zielen van het vreselijk grote talent wat je naast me ziet. Jan Tekstra vegen mij en ik moest dus wel even nadenken, want op zich ik hier net zo vol met Bob Dylan en ik wist dus ik net kijkt wat ik daarmee dwaan koe. Hey Reina, do schroost eigenlijk alles zelf, hè? Maakt zijn eigen arrangementen en die vioolpartijen en die zangpartijen, alles neem ik aan. Waar helst eigenlijk die inspiratie bij? Als ik achter de piano zit, zo begin ik vaak, maar dan komen er klanken niet meer op. Of zowel muzikale klanken als wutklanken. Ik vind het heerlijk om in de natuur te wezen. Ik ben opgegroeid in Akrum, onder het water. En toen ik verhuisde naar Leeuwarden, en toen kwam ik eigenlijk achter van hoe vol ik het van het mis, het water en de natuur. En daar heb ik toch echt wel een heel grote inspiratie bij. Kan ik die dan omschrijven als een Friese troubadour? Of? Troubadour is iemand die het heel erg textueel omschrijft wat er gewoon in het dagelijks leven docht. En ik maak je meer muziek vanuit ja, gevoelens die bij me opkomen. En net zozeer omdat ik dat dan omschrijven wil. Hoe kunnen we die in die muziekstijl omschrijven? Het is heel dromerig en sferisch. En ik wie eens een keer op YouTube wat muziek aan de opzieken en dan vond ik de term dream pop. En nou, dat ken natuurlijk ook heel mooi in het Fries, dream pop. Dus mensen, Reina Rodina, die zal de Friese Top 100 bestwarmen met dream pop. Ik vind het heel erg mooi. Nou, ik vind het mooi. Het klinkt goed. Ja, ik ben echt heel benijd. Okay. Die CD die komt, die is dan correct uit. Ja. Oké, om tafel is ons coach Hans Faber van. Ik zou haast zeggen, het rolt me samen de moel uit. Chanticoor Rolling Home. Maar dat is net goed. Ja, precies. In de rim van het hier met een ambitie omskakeld naar wat meer folk en wat minder shanty. Ja. Oké. Okay. En dat eigenlijk vanuit de gedachte van. Er waren zoveel shantycoren in het hier. Die begon. En. We moeten toch zorgen dat we u op de een of andere manier onderscheiden. Ja, want dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Heeft er een verklaring voor waarom dat er maar één shanty of folkcore dan nou in de top 100 zit? Ja, daar heb ik geen idee van. Ik heb wel een idee, denk ik, Hans. Ja, ik heb wel een beetje een idee. We hebben altijd wel de drijfhoorn om oorspronkelijk te wijzen. Om te zorgen dat we een beetje voor de troepen uitrennen. Nieuwe dingen bedenken. Maar nieuwe dingen aan de slag in de slag gaan. En het vestje natuurlijk, het signaling. Daar komt hij, hè? Ja. Want Friers en Butens, het is net al je hebt lok, want je moet het noemen maar kiezen. Je hem had het kiezen. Ja. Maar ja, dat had je hem natuurlijk op elkaar zetten. Ja. En daar moet je een beetje geluk bij hebben, want het weer 2000, simmer 2000. En ik kreeg op een gegeven moment het idee van, hey, dit is een prachtig mooi nummer in Schotland, het heet Caledonië. Misschien kan ik dat broeken om daar een mooie Friese tekst op te zetten. En ja, dat je hier krijgt cd-opnames. En in de periode dat we de cd-opnamen, weer John Wright in het land, die kon wel al langer. Ja. En die had mij die een optische cd, het weer de tweede cd, meen ik. En zij is dat nummer. Dat een klassieker direct, voornamelijk, ja. Maar ben je hem nou ook disciplineerder als woorden koor? Nee. Nee, dat denk ik niet. Nou, dan ben direct. Nee, verjeert dat maar. Oké, nou dat is dan duidelijk. Volgende vraag. Je bent ook mij, John Wright is vanzelf verstoren. Missie hem enorm, liek het mij. Ja, enorm. Ja, dat weer natuurlijk een geweldige stem. En Dave en ik zitten samen toen in Music in. En wij hier een soort artiest uit Engeland, uit Ierland.
En toen kwam er op een dag John Wright naar Snits. En de eerste jongen wij organiseerden nog in Amersitje, waar toen nog bioscoop theater ja. En de eerste jongen zitten daar 40 man. En alle jaren daarna, als hij kwam, weer alles uitverkocht. Ja. En soms dus meerdere jongen. Je mist hem enorm. Dat ik me, maar als koren missen hem ook ja. enorm. Dus hij had een soort muisdien. Hij had een theatertournee muisdien, 2-3 jaar geleden. En midden in die theatertournee is hij toen verstoren. Ik meen in februari. Ja. Ja. En hoe noef je het? Want je hebt ook Riens Grate, maar hij is koffie mij op Paardwest. Ja. Komt dat weer? Of ben je de plan nog vrij? We hebben premature plan om toch weer wat apporten te zetten. Het is de eerste show dat we een fantastisch succes, ja. we allemaal uitverkocht. En de tweede show weer iets minder, want toen daalden we krijgen in de crisis ja. neer, denk ik, zo'n ambitie. Maar hoe verder gaat, dat is dan net helemaal helder. Ze hebben in ieder geval, letter naaier brug naar roep. In ieder geval, we hebben wat nice. Ja, okay, ja we bedenken wel wat. Okay. Ja. Dankjewel, Hans Faber. Ja. Okay. Ja, en Shanty Core Rolling Home natuurlijk al. Ja, Shanty Volkor. Zo, oeh. Wow, oh. Bloed moeilijk, hè? Zij waart in de simmer waaruit verneemd in de provincie. Maar dank aan de Friese simmerhit Feel the Wind. Kreun terug om Friesland, collega's Martijn Engbringhoff en Jan Dirk de Haan. Die klommen wer in de pen voor haar. Het is nu december. Hoor de wind waait door de bomen. Lid het stwarmie. Hier is Maya Band Zwartbund Hermie Zwart. Er is in de vierte de zee die docht hem voor ons lang. Het is nou nog jacht, maar er komen buien aan. De wind waait alweer harder als van morgen. En er komt een keer, dan wordt het meer en meer. Hermien Zwart, my band en een winterliedje. Nou, eerst maar eens hoe die band. Ja, dat woest allemaal wel wat meer, hè, als alinnig. Ja, dat klopt. En nou is de band. Hoe komt er die band trouwens? Nou, Jan Dirk en Martijn hebben me vregen om dit noemen te song van lied. En toen zei André vregen om meer muzikanten erbij te hebben. En die had dat regelen, die had meer muzikanten erbij roppen, zeg maar. Ja. En toen hebben we mooi die een lied
ben we net heel via Macon. Maar we hadden letterlijk wel dit verske opnomen in de studio. Nou ben we hier. Ja, nou ja, dat klinkt hartstikke mooi. Vinden wij in elk geval. Maar dan even over die band. Want ik heb van Simmer, dus mijn viel de Wien uitkansels. Wat was nou eigenlijk? Doe hier het zelfs wel over big band. Ja, jazz inderdaad. Ja. En op school ben ik er heel veel mee bezig. En ja, dus het conservatorium, hè? Ja, klopt. In Zwolle, twaalf jaar. Ik wil heel graag die richting op. Absoluut, ja. En moeten we dit dan zien als een soort tussenstap? Of hoe maakt dit nou pleertje dan? Ja, dit is meer van de bij, zeg maar. We hadden dus dit festje dus opgenomen in de studio. En er komt nog een clipje bij. Dus waar wit komt er nog wat achteraan. Ja, nou, dat zullen we samen kennen. Ja. Maar uiteindelijk, die einddoel, dat is natuurlijk de jazz. Ja. Big bands. Maar lekker sophisticated, zal ik maar zeggen. Gewoon, een jazz trio, bijvoorbeeld piano, basgitaar, of contrabas bedoel ik, en drums. En de taal? Fries, Engels, Frans, Duits? Wat mag het worden? Ik denk Engels. Ja? Geen Fries? Nee, ik denk het net. Nee. Nou, Hermien, bedankt. Oké. Okay. Hey, ik ga naar wat oors, Fadi. Dan mag even naar een quiz. Ja. Dan mag even maar naar een quiz. We gaan naar de tafel. Kom. Ja, de top 100 mini-muziekquiz. Laten we me spelen met Hermien Swartus. Is nog aan tafel kaam. En met Annelies Oosterhof van Dron Riep. Ja. Dag Annelies. Er was een kandidaat in de mini-muziekquiz. Normaal sprutsen op de radio. Ja. Rijalmatig. Wist een echte quizzer? Nou, maar met hem samen wel wat, ja. Wat zei ze nou? Mem. Ja. Hij speelt altijd gerne met hem. Ja. Oh, Chindy Mem dan? Nee, nee, mooi. Oh! Mooi. Ja, zo stek afzonderlijk kandidaat weer eens een keer. Nee. Maar er wist een muziekkenner, ik? Beachy. Oh ja. Net te beskieden. Nee. We hebben die uitnodigen hier, dat is crack. Ja, nou ja, shit wel, hè. Oké. Okay. Nou, alle succes. Hermien, wat wist je al van de Friese popmuziek? Nou, ik ben ook een beetje bang voor haar. Ik denk dat zij meer weet dan mij. Nou, we hebben twaalf beskierde kandidaten dus. In de top 100 mini muziekquiz. Vraag 1 levert weer 1 punt op. Vraag 2 punten. Vraag 3 punten. En waar wint het? Dat is dan de vraag. In de top 100 mini muziekquiz. Beide alle succes voor zelfs. Vraag hier in de woonark of het woonskip zit je bolle van Anneke Douma. Dat is dit al jaren in de top 100. Vlien hier op nummer 38 om precies te wezen. Het nummer is al eens eerder op de plaats zet. Troch een Friese band, maar dat wie geen hit in eerste instantie. Hokker band het woonskip al eens eerder opnaam op de plaats zet. Is dat A Pigmeat, Irish 2 of Bombardier? Ik ben hier bij Hermien. B. Ja, dat dacht ik al, ja. Denk je beide? Ja. Dan? Denk je met beide? Beide hartstikke goed. Just. Is waarom te vinden op het album Irish 2 met Berenburg. Ergens uit de jaren 80. Ja. Het is Ian. Dus. Prachtwaar is je gezien van de zwaarste Evelien hier met Gabrielle's Lied op nummer 5 in de top 100. Officieel is de soundtrack van de film As It Is In Heaven hit, origineel. Maar zij zongt het mij een braasband. Hokker Braasband, docht gezien van de zwagert mij. Is dat mijn Braasband Hosanna, Braasband de Waardzang of mijn Braasband de Bazuin? Ja. Nodo Annelies, als eerste. Oh, boe. Ik denk same. C. Dat wist het zeker, hè? Ja. Zeker. Dus, ja, ze zijn hartstikke goed, Wim. Het is totaal goed. Het is strijd. Ik ken er niks van te maken. Hartstikke goed. Tredde vraag, zit een muziekclipje bij. Geen kroephoek en geen banaan. Geen bergen en geen vulkaan. Rijger, ja, geen bavian. Ik kom in Friesland. Amma. Nou ja, dat is echt Raymond. Dat is natuurlijk om te tonen dat dit Raymond de Jong is. Hij schildert, jouwt workshops, hij is volle meer hè, als rapper. Dichter is Jack bij een landelijk radioprogramma. Hokker radioprogramma levert hij regelmatig een gedicht. Is dat voor Tijd voor Twa, Tijd voor Twee? Voor Kunststof of voor Dit is de Dag? Ik heb het idee dat het hier een zwieren gok Hermien, een zwieren gok, ja. Zwieren gok. C. B. Oké, dan hebben we een winnaar in elk geval. We hebben een winnaar. Pak een Friese bij. Ja. Pak hem er maar bij. En hij mat helaas voor Annelies naar Hermien, want het is Dit is de Dag. Het is een EO-programma dat hij één keer in de mannen een gedicht verzwart naar aanleiding van de actualiteit. Ja. Ah, hebben we een applaus voor Hermien? Ja, oké. Okay. Hartstikke leuk.
Alsjeblieft. Top CD. Ja, top CD. Nou, wij ben, Annelies, bedankt voor het bijdragen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En wij hebben wat kleren met deze uitsturing. Nee, Wieke. Ah, de kast komt wel. Ja, en ja, de hoenekop, dat zoen je nice. Die twee zeker de sensatie van dit hier, neem ik in. Ja, absoluut. Volgende keer de kast. Ja, en Minke Ademak hier op muziek bij de jongens en famkes van Meander. Nou, en stemmen, bleef stemmen op frisketop100.nl. Dient of vijf van harte welkom. Draag bij om die mooie top 100 uur 2000 te zien. Editie 2000 zien. Elke 50ste stemmen krijgt hem cadeau. Top CD. Ja, top CD. Praten we net hoor. Terug met het laatste nummer. Volk en Shantycore Rolling Home. Wie direct bij in 2012 doet zij zongen. Maar een hele plotte van die Shantycore in het Friesland. Dat terug Anne Oosterhaven componeerde nummer. Lid de Friesen jongen. Dat waard doe zongen. Terug Sietse Heima. Hij is er nou ook weer bij. En daar geven we hem uit. Lid de Friesen jongen. Dit weer Top 100 TV. Graag ont na je weken. Daar ben ze. Bij storm en hurde wind, nimmen hoort ze tjen, de poot het wetter in. De Friezen wollen varen, voor maren en de zee. Maar als de wien hem deljoudt, dan vies ze in café. Maar als de wien hem deljoudt, dan feest u in café. De Friezen kennen keetse bij Rijn en Zedeskin. Nimmen hoort ze tjen, ze mat het perker in. De Friezen wollen keetse een boppenslag alleen. Maar is de kening kezen, dan vies ze in café. Maar is de kening kezen, dan vies nu in café. Dan jest de vriezen jongen, dan horen ze neer weer op. Het boezen in de ieren, de kolder in de kool. Dan jest de vriezen jongen, in de droom. Ze proosten op het leven al te letten. De Friezen zullen rieden met geld en hurde wind. Nimmen hoort ze tjen, bij frost dan ben ze blind. De Friezen wollen rieden voor maren en de zee. Maar is het toch maar worden, dan vieze in café. Maar is het toch maar worden, dan vies u in café. Dan jest de Friezen jongen, dan horen ze neer. Jongen, dan daverden in de droom. Ze proosten op het leven om te letten jong. De Friezen zullen springen bij Rijn en Zedeskin. En nimmen hoort ze tjen, ze wollen het veld weer in. De Friezen volle jeppe, mijn polstok heb zakke. Maar als de zene zakket, dan vies ze in café. Maar als de zene zakket, dan vies u in café. Dan jest de Friezen jongen, dan horen ze neer. De kolder in de kool.
lezen jongen, dan naar de diende droom. Ze roosten op het leven, dan de lette jongen. En dan jest de vriezen jongen, dan naar